Er moet een duidelijk beleid komen met betrekking tot de aanpak van COVID-19. Er moet een nationale aanpak komen en duidelijke visie en beleid. Dit is noodzakelijk in plaats van ad hoc beleid. Dit zei NDP-DNA-lid Melvin Bouva in de Nationale Assemblée. Volgens Bouva moet er gewerkt worden aan een totaal andere aanpak. Ja, voorzitter, dank. Voorzitter, daarvoor als ik kwam op mijn vragen, wens ik te reageren op de interventie die ik eerder heb gepleegd. En de reactie van de president daarop, als zou mijn interventie eens zijn waarmee politiek bedreven zou worden, voorzitter, niets is minder waar. Hier met COVID wordt er geen politiek bedreven. Dat heb ik vanaf dag 1 gezegd, voorzitter. Voorzitter, als ik politiek zou bedrijven, dan zou ik beginnen om vragen te stellen over de eerste actie die de regering heeft gepleegd bij de overname om het COVID-team te ontmantelen onder de noemer. Wij hebben ons eigen COVID-team, voorzitter. Wat daarna is gebeurd is twee mensen die het goed in hadden, goede bedoelingen hadden, krachtig konden optreden, zijn naar huis gestuurd en zijn nog thuis, voorzitter. Voorzitter, als ik politiek zou bedrijven, zou ik het hebben over de buitenwettelijke structuren die er tot nu toe worden gehanteerd. Waarbij er was eerst een multidisciplinaire aanpak met alle deskundigen van overal bijeen, niet alleen politiek, naar het verwijzen en het kanaliseren naar één man, één persoon, de minister van Volksgezondheid. Nu horen we dat er een andere aanpak is, voorzitter. Als ik daadwerkelijk politiek wilde bedrijven, voorzitter, had ik het over de vele feestjes die worden gehouden door coalitiepartners, door partijgenoten, door het kabinet, door de minister zelf, anderen, zonder dat er daartoe wordt opgetreden, voorzitter. Maar dat heb ik niet gedaan en dat zal ik niet doen. Ik wil u vragen, omdat u aangeeft dat mensen feestjes geven, regeringsleden, minister, noem maar op. Voorzitter, de beelden, de zaken zijn daar. Ja. Moet ik concreet zijn? Help u mij even om dat correct te houden. Het kan zijn dat er individuele mensen zijn geweest, maar de wijze waarop u dat vertelt, dan lijkt het alsof dat meer een cultuur is dan een uitzondering. Maar gaat uw gang, lid Bouva. Voorzitter, dat is politiek bedrijven. Terwijl hier maatregelen zijn aangekondigd vorige week door de minister van Volksgezondheid om een totaal lockdown uit te voeren, is de dag daarna een ABBA-partij, een coalitiepartner die in het veld gaat om pakketten te verdelen waar er ook niet wordt opgetreden, voorzitter. Dat is politiek bedrijven. Maar dat is niet wat ik heb gedaan, voorzitter. Wat ik heb gedaan, president Via, en wat ik heb willen doen, is u aantonen dat wanneer we hier als leiders in de cel zijn, dat we een verantwoordelijkheid hebben. Wanneer u zegt we zijn gevaccineerd, moet het niet erop lijken, moet het niet dat signaal zijn, een of verwijt naar het parlement, u hebt dat gecorrigeerd, akkoord. Maar dan moet het ook niet zijn dat vaccinatie betekent dat wij gewoon vrij kunnen staan, lopen en zitten met elkaar. Dat is wat ik heb aangekondigd. En het wordt door mij hier gebracht nadat de samenleving mij daarop attendeert. Maar mijn woorden, die worden helaas in een bepaalde context gebracht om een afleiding te doen plegen over waar het feitelijk om gaat. Voorzitter, hier zijn we constructief. Ik heb dat ook bewezen. Constructief dat wij als coalitie, als partijen hier een vergadering hebben aangevraagd op basis waarvan we vandaag hier met elkaar zitten. Constructief, omdat ik zelf ook ten behoeve van het parlement een COVID-ondersteuningsplan om te kunnen vergaderen heb ingediend, voorzitter. Constructief, omdat ik zelf ook ben gaan vaccineren. En zelf in afstemming, overeenstemming met de minister van Volksgezondheid ook dat te overstaan van het publiek heb gedaan. Maar het idee moet niet bestaan dat we experimenteren met COVID, voorzitter. Het idee mag niet bestaan dat er politiek wordt bedreven. Integendeel ben ik voorstander dat we als leiders elkaar de hand reiken en samen optrekken, voorzitter. Dat betekent dat er een nationale aanpak moet zijn. Dat betekent dat er een duidelijke visie moet zijn en beleid welke samen wordt opgezet. Daartegenover, voorzitter, de vragen. Want we horen de regering praten over vaccinatie, alsof vaccinatie het is en alles is. Maar hoe staat de regering tegenover alternatieve medicatie? We hebben gehoord van ivermectin. Maar ook de natuurgeneeskracht die we hier hebben. De protocollen die daaraan moeten aansluiten, voorzitter. Voorzitter, er wordt gesproken over een total lockdown, welke in feite totaal geen total lockdown is, voorzitter. Integendeel is het een lockdown die meer mensen bij elkaar brengt, meer ongerief en voor meer problemen dreigt te zorgen, voorzitter. Ik zou willen oproepen dat de regering deze maatregel ernstig evalueert. En nog duidelijker, voorzitter, onmiddellijk stopzet. Stop die lockdown. Zorg ervoor dat alle winkels de essentiële diensten toegankelijk zijn de 5 dagen per week. Ik dacht dat ik het ergens ook heb gehoord. Waardoor die druk afneemt, de contact tussen mensen afneemt.
Laten de mensen op letters gaan. Daar moeten we van leren. Er wordt zoveel gesproken over de vorige regering. Maar goede zaken moeten we overnemen. Met letters naar de winkel gaan. Zodat dat controleerbaar is. Als je naam begint met B, je bent op straat wanneer M op straat moet zijn. Dan moet je dat weten, ja. Laten we, voorzitter, zaken doen die ons niet verder van huis brengen. Tot nu toe is deze lockdown 1 dat ons verre weg van huis brengt, voorzitter. Voorzitter, er is gesproken over dat van de politie. Ik vraag me af, wat bedoelt de president te zeggen over het bij elkaar brengen van groepen en enge partijpolitieke belangen? Bedoelt de president dat de actie van de politiebond daar een oorzaak voor is dat er nu 115 of 112 politieagenten zijn? Voorzitter, ik heb ernstige zorgen met betrekking tot de isolatie. Het isolatiebeleid strookt niet met de realiteit om nu lockdown van honderden duizenden mensen op straat te hebben. Er zijn nu 1500 mensen besmet in isolatie. De helft daarvan minstens, die gaat op straat en besmet een andere. Ik vraag heel concreet aan de minister, wat is de opvangcapaciteit voor mensen in isolatie? Welke mogelijkheden zijn bekeken om in de toekomst de besmette personen op te vangen? Wat zijn de gezondheidsrisico's gezien het feit dat er nu ook andere ziekenhuizen worden ingezet voor de opvang van COVID-patiënten? Is er een financiële analyse gemaakt om te kijken hoeveel dat de staat gaat kosten? En wat zijn de protocollen die zijn ontwikkeld voor de mensen die nu in quarantaine en in isolatie zijn? Voorzitter, we gaan het voor deze ronde hier ophouden en kijken uit naar de beantwoording van de regering. Dank u wel.